Is er groot nieuws of zo? Dat is een goede vraag, ik heb er helemaal niet over We hebben echt veel talenten, vriendjes. Het verhaal dat ik nu ga vertellen komt ook slecht op mij. Ik hou van het leven en. Tof wel. Hé, manneke. French. Hé, hey, manneke. Hallo. <laughs> ik ben Annelies. En ik ben Hestia en je luistert naar Preach, jouw nieuwe favoriete podcast, waarin je dingen ontdekt waarvan je niet wist dat je ze wou weten. Eerst onze centimeter. een meter vol bekend sentiment. Ik voel mij vandaag Hanne van K3, als Oeh. die zegt: um, Ja, ik vind dat eigenlijk niet zo goed. Of ligt dat aan mijn audio? <laughs> ik ga ervan uit dat hij zo praat, want ik ken K3 eigenlijk niet super goed. Um, <laughs> Maar Waar ik had... had je die quote dan? <laughs> Ja, internet <laughs> Oké. Okay. Um, maar um, ik had zo'n televerkoper onlangs aan de lijn voor een of ander product. En ik dacht echt, die was zomaar aan het zeggen hoe geweldig. En uh, het kost niet veel. En dat zijn alle functies. En bla bla bla. En mm -hmm. ik, ik zat dan hier aan de lijn. En ik dacht echt, maar. Eh, hey, nee. Dat is echt niet goed. Ik heb er komen. Had je verkoop? Had hem rust. Dus dan heb ik zo. Ja, sorry, nee. En hij was direct opgehangen. Nog voordat hij iets kon zeggen. En hij was direct op de blokkeerlijst gezet. Zo, zo bang ben ik dat hij terugbelt. Oh, Alle jong. Oké. Okay. Ja. En jij? Eh. Uh. Ik moet even bekomen van dat verhaal. Ja, um, ik, ik voel me uh, Cersei Lannister van Game of Thrones mm -hmm. op het moment dat ze uh, naakt over straat moet lopen en er zo een gelovige vrouw naast loopt die zo. Shame, shame, shame. Roept. Want um, onlangs kwam ik uh, s'avonds thuis en. Uh, het licht in de badkamer stond aan en ik, ik zag dat je gewoon los in de badkamer kon kijken. Want we hebben zo jaloezieën, maar die stonden blijkbaar niet goed gedraaid. En ik dacht, oh my god, die hangen al zeker tien jaar <laughs> zo. Iedereen, heel de straat, heeft mij al tien jaar gezien. Oh. Als ik douche, of mijn aankleden. of die hebben we nu zien opgroeien. <tie> <Ja>. <tie> oh my god! Ja. Oh. Shame. Shame. Um, <laughs> en dat past eigenlijk ongewild perfect bij het onderwerp van vandaag, want dat is piekeren. <laughs> Oké. Okay. Ah ja, en we hebben die nu wel goed gedraaid. Allee zodat ja, je echt hopelijk. niks meer kunt zien. Stel je voor, ik heb het dan maar zo gelaten. Ja, we dachten, het is nu al tien jaar. Zo. Ze Dat weten het toch al. Even. Ja. <laughs> oh, um, maar waarom ik het over piekeren wil hebben, is... Ja. Um, ik heb um, wel veel boeken gelezen tijdens ons verlof en daar zaten natuurlijk ook weer een paar zelfhelpboeken bij, bijvoorbeeld Untamed van Glennon Doyle, The Comfort Book van Matt Haig, maar ook Weg van het piekeren van Philip Raas. Van die andere twee zal ik een korte samenvatting geven op onze TikTok misschien. Ja, uh, Maar over piekeren en dan het boek van Philip Raas gaan we het vandaag hebben in de aflevering. Ja. En uh, ik vond dat eigenlijk een heel fijn boekje. Dat was zo niet dik, dat was super zo. Toen de... zo recht toe, recht aan zo. Hij, hij wist wat dat hem wou vertellen. En hij ging er zo niet te veel. Dus, ja, ja, en ik dat vond het eigenlijk heel fijn. Dat hij niet zo'n half uur eerst zo. Ken je het gevoel als. Ja, want ik lees dit boek, oké. Zeg maar gewoon hoe je ja. me kunt <laughs> helpen. Ja, inderdaad. Um, en nou wel, dat, dat deed hij al heel goed. Dus daarmee wou ik het er ook eens over hebben. Omdat ja, waarom heb ik dat boek gepakt? Ik ben keihard een piekeraar. Ik kan, ik kan, er kan niks gebeuren zonder dat ik daar uren nog oh. over nalig <laughs> En is dat dan ook zo, als, je, als het gebeurd is, dat je dan nog steeds daarover piekert? Ja. Oh. Oh, ja, oké. Okay. Ja, 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 ja. Ons gesprek met Xander de rijken dat heb ik kapot gemaakt in mijn hoofd omdat ik er zo over heb liggen piekeren van oh nee, en toen heb ik dag gezegd oh nee ja, zo, ja. Ik, ik kan echt over alles piekeren ja. dus, geef me een onderwerp en ik ja. piek het over challenge accepted uh, Zalig. Uh, maar nee, ik heb dus betalig. ook eens ja. <laughs> ik heb het ook eens gevraagd aan onze uh, volgers op Instagram, want ik was eigenlijk wel benieuwd ja van zijn jullie pikraars? En er hebben gelijk twaalf mensen geantwoord en die hebben alle twaalf ja gezegd. Dus honderd procent van de respondenten uh, die hebben ja gezegd. Um, en dan vroeg ik over wat pikert gedaan. En dan was het meest gekozen antwoord: alles. Er, ah. er was wel zo een paar mensen die echt vooral geld of vooral relaties of gezondheid kozen, maar oh ja, ja. meestal had hadden echt zoiets van: alles dus ik dacht ah oh, welcome to my tribe uh, <laughs> en ik heb dan ook eens gevraagd van waar zijn de welke tips heb je om, om te stoppen om dat te doen ja en uh, dan uh, zei iemand eh, mindfulness mediteren en uh, er zei ook iemand uh, whisky, cola <laughs> ah ik heb wel wat ik niet aanraad ook. En wat doen. Een vlucht in de alcohol. Ja, ja. Zalig. uit. <laughs> Beste antwoord. Oh, ja. mm. <laughs> en, um, dus ik vroeg me af, zijt jij eigenlijk een piekeraar? <clears throat> ik denk dat ik dat niet graag toegeef. <laughs> ik noem mij eerder een denker. <laughs> mm. yeah. um, maar ik denk, ik denk niet dat ik het in de maten heb dat jij hebt. Mm -hmm. um, als er gradaties zijn in piekeren, dat weet ik niet. Waarschijnlijk wel, ja. Maar um, ik denk het wel. Ja, oké. Okay. Eerste stap is toegeven. <laughs> ik denk het wel. <laughs> ik weet het zeker. Ja. <laughs> First step to the on the road to recovery is ja. uh, inderdaad. Uh... <laughs> dus oké, okay, perfect. Dan um, ga ik niet mijn uh, wijsheid, maar die van Philippe Raas delen met u. Ja? Um, en dat begint met het biologisch nut. Van waarom doen we dat? Dat moet toch ooit nut hebben gehad? Ah, ja. Uh, anders hadden de mensen die veel piekerden nooit overleefd. Of zo. Dus evolutionair gezien moet dat... Was beter? Of, of, was dat in de pre-story beter? <laughs> Zijn we beter? Ja. Verdomme. Um, maar dat was. Allee, waarschijnlijk kunt je het zo ook wel al wat afleiden uit mijn uitleg. Maar het was vroeger wel interessanter als je gepiekerd had over. Oei, maar misschien is daar een dreiging. Of misschien kunnen we het beter zo aanpakken. En dat, dat, dat is, uh, als je veel lag na te denken over dingen, waren we meestal ook veel, veel beter voorbereid op ja, ja. onvoorziene omstandigheden. In essentie blijft het, als je piekert, creëert je eigenlijk iets van stress in je lichaam. Ah. Hmm. Dus waar is volgens Philippe de oplossing? Is actie ondernemen. En hij geeft daarbij het, het um, voorbeeld van... Stel, je gaat iedere zondag joggen. En op een bepaalde jo zondag... Jogdag? <laughs> dat dan niet uit. Zondag word je wakker en... Oh, het, is, het is zo wat fris buiten en denk je denkt, oh ik zou toch liever in mijn bed blijven liggen. En dan uh, ligt je zo wat te pikken van, oh, maar als ik niet ga joggen, dan... Oh, en, en de uren verstrijken en, en, en je ligt nog... Alleen misschien niet uren, maar de minuten <laughs> verstrijken. En je ligt nog altijd wel warm onder je donske in je bed. En op een duur heb je zoiets, ja nu is het te laat om te gaan joggen. Dus ik ga gewoon mijn, mijn kleren aandoen en dan een dag beginnen. Dus op korte termijn heb je een, een positief gevoel ervaren, want je hebt langer onder uw don't kunnen uh, liggen. Ja. Maar op lange termijn heb je zoiets van oh, nu ben ik niet gaan joggen. En joggen geeft mij normaal wel een goed gevoel. En op langere termijn geeft het je eigenlijk een slechter gevoel omdat je niet gewoon iets gedaan hebt. Dus zijn oplossing is gewoon actie ondernemen. Dus als je merkt van oh, ik lig hier nu te pikeren of dat ik zou gaan joggen of niet, ja, ga dan gewoon joggen. Trek gewoon je sportkleren aan en ga. Ah, is dat ook piekeren? Twijfelen of je iets wilt doen? Ja, als je piekert van. Oh ja, mm, zou ik dat wel doen? Of. Oh, zo uh. Ja, als je meer in je hoofd zit dan in je, in je uh, lijf eigenlijk. Ja. Ah! Tja. <laughs> Mijn definitie ja. is helemaal anders. <laughs> ja, wat is uw definitie dan eigenlijk? Ja, ik dacht dat piekeren echt zo. Voor mij is dat over onrealistische dingen nadenken. En u daardoor zo echt compleet neerhalen, uzelf neerhalen. Hmm. Uh, zoals bijvoorbeeld. ah oh ja, met dat van Xander de Rijke. Ah um, oh ja, ik heb dat gezegd en dat was zo stom en bla bla bla. En dan. Dat voelt voor u heel echt aan, terwijl ik denk... Ik vind, ik vind dat jammer voor u, maar het is echt dik oké. Okay. Allee, als het echt niet oké okay was, zou ik het ook hebben gezegd of zo. Ja, ja, ja. Terwijl... Is, is piekeren hetzelfde als je zorgen maken? Of is piekeren... Ja, ook wel. Ah. Dat is allemaal heel floe voor mij. Ja, het is ook Precies. wel floe. Het is... Ah. Het is... Want ik, ik was ook aan het denken: is dat dan overthinking in het Engels of is het worrying? Ah, ja, ja. Of uh, wat is eigenlijk de juiste Engelse vertaling? Dat wist ik ook niet. Ah, en wat zegt Google? Ja, Google Translate zegt worrying. Maar ah, worrying nee. is zorgen maken. Ja. Dus waar dat ik het eerder zie als overthinking bij mij of zo. Van ik ja. denk veel te hard na nou over alles. Ja, want piekeren heeft echt een heel. Een... Dat is misschien wel de definitie. Allee, dat piekeren een negatieve impact heeft over u. Terwijl. Ja. Denken kan misschien. Je wilt gewoon heel voorbereid zijn. Ik ben het echt aan het goed praten in mijn hoofd. Hè. <laughs> Anyways, ja, het is kut. <laughs> dus, yeah. Ja, want. Dat, ze, dat schreef die Philippe Raas ook wel van: het geeft je een valse gevoel van controle, hè? dat je ja. de situatie in handen hebt. Want je zit erover aan het nadenken, maar als, als er geen actie of zo op volgt, dan is het eigenlijk nutteloos geweest, denk ik. Hm. Snapt je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. ja. Dan heb je jezelf gewoon helemaal opgefokt door je reden. Ja. Ja. <laughs> ja. Het is toch niet dat je daar zomaar mee kunt stoppen? Nee, wat, wat hij ook zegt, is van... Probeer je eens bewust te worden als je aan het piekeren bent, dat je aan het doen bent. En merk dat dan op voor jezelf, maar niet zo van... Oh, ik ben weer aan het piekeren, zo. Maar eerder zo van... Oh, allee, het is weer van, Allee, zo op een luchtige, grappige manier. Van, oh, hier zijn we weer. We zijn weer aan het piekeren, zo. Ik kan dat echt niet. Maar dat je zo wat... Dat je niet kwaad zijn op jezelf, maar zo, ja, ah, Ise, ja. het is weer zover. En dan zo denk je: ik ben tegen minuten aan het babbelen, laat op. Ja. <laughs> Wat is er hier? <laughs> zo. Ja, ik praat ja. wel veel tegen mezelf. Dus... <laughs> ik denk of dat er nog? Uh, ja, eigenlijk, went die, ja. Ja. ik heb dat wel beseft door zo terug te gaan werken, dat ik heel veel tegen mezelf mompel. Je wordt je er zo ah. bewust van als je ergens terug op een, op een werkplek zit. Ja, ja, ja. En je zit zo... Wa, allee, wat moet ik dat nu doen? Of, hm, Ik had dat toch daar... Allee, dat je zo tegen jezelf mompelt. En ineens dacht ik zo... Ah ja, andere mensen rondom ja, ja. Grappig. Ik heb wel zo een paar keer dat Nicolas dan zo zegt... Wat zegt je? Of ik weet, ik weet het antwoord niet of zo. En dan zeg je... Maar dat was niet tegen u. Dat ja. <laughs> Laat het tegen mij! Kan een mens hier nu niet rustig ja. tegen zijn eigen babbelen. Oh, dat is zo erg. Ja. Um, maar dus wetenschappelijk bewezen is dat piekeren eigenlijk je probleem groter maakt en je verder van de oplossing brengt. Hmm. En ik denk dat dat wel past bij wat jij denk ik in je hoofd hebt bij piekeren. Dat je zo. Om nu het, het ding van Xander de Rijken te nemen. Ah, ik heb iets stom gezegd en dat probleem is eigenlijk zo groot. Ja. Yeah. <laughs> en um, ik, ik, ik lig daar nachten over wakker. Ja. Yeah. En, en, en na een week was dat probleem zo groot en durfde ik niet meer die aflevering online te zetten. Hmm. Zo, er was helemaal geen probleem. Maar doordat dat ik er zoveel over had nagedacht, was dat <gasps> onoverkomelijk of zo. Ja. Yeah. Ja, je kunt jezelf ook niet, want je zegt wel aan, ah, je moet jezelf daar dan een beetje op betrappen en dan zo ja. lief mee omgaan of zo. Ja, ja, ja. Maar uh, het feit dat je het al door hebt dat je het doet, betekent wel dat je nog steeds aan het doen bent of zo. Ja, ja. Maar hij zegt ook van mensen veranderen niet. Als, je, als dat in een aard ligt, van dat te doen. Oh, uh. Je kunt dat wel minderen en. en... Als je daar bewuster van bent, kunt je het in, in hand houden of zo. Maar als je een piekeraar bent, zul je altijd een piekeraar zijn, zegt hij. Eh, dat is dat een zit zo in je genen of zo, ja. Daar hebben ze nooit een lied van gemaakt, hè. So Got it from my mama of zo. <laughs> Alle issues. <laughs> Verdomme, zeg. Ja. ja, ik vond dat vooral dat hij zou zeggen, je denkt dat je het in controle hebt, maar dat is totaal niet. Daar ja. had ik wel heel hard van. Ja. Ah ja, door erover na te denken, denk je, ik ben ermee bezig. Ja. Dus ik, ik ben er iets mee aan het doen of zo, maar dan moet, op, nee, moet er ook wel een beslissing of een actie uit voortkomen. Van, ah oké, okay, dan ga ik er dit mee doen en niet gewoon... Verlamd door het piekeren. Zo. Oh, nee, het ja. komt nooit meer goed. <lacht> 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 um, ja. ik, heb, ik heb ook opgezocht wie zo bekende piekeraars zijn. Ah, oké. Okay. Um, ik heb eigenlijk gewoon. <lacht> <lacht> dit is hoe ik research. Ik heb in de morgen van de WE opgezocht piekeren. En dan heb ik de interviews waarin dat, dat voorkwam geopend. Oh, en gezien wat ze erover zeiden. Ja. Um, dus wie heeft er gezegd dat hij dat vaak doet? Bart Kael, Pedro Elias, uh, Ruud Bekaert, een actrice, een Vlaamse actrice, Julie van de Steen, die heeft zelfs een pikker schriftje. En dat is dus ook een manier om... Um, een, een, een manier om je piekeren eigenlijk onder controle te krijgen. Ja, ja. Uh, dus dat is dan niet meer uit het boek van die Philippe Razen, maar dat is wel iets wat op andere sites dat je kunt terugvinden. Je hebt zo het elastiekje, wat ik eigenlijk gewoon een vorm van zelfmutilatie vind. Dat je iedere keer een ja? elastiekje laat... Och. Uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, wat... laat... Kletsen tegen je hand. Dus je doet een elastiekje rond je hand, ja, rond je pols. Ja. En je pakt dat vast en je laat dat los. Oh, nee. Iedere keer als je aan het piekeren zijn. Om... En dan zou je eigenlijk signaal naar je hersenen sturen van piekeren is slecht, want er volgt pijn op of zo. Dus vermijden. Ah. Um, ah. Eh, maar is dat dan ook effectief? Allee, of... Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd. En ja, in, in zo'n site waar dat je dat vindt, schrijven ze er niet bij getest en goedgekeurd. Nee, nee. Maar zo'n schriftje vind ik eigenlijk wel een goed idee, omdat... Ja? Als je het dan toch doet, kun je niet eens zien over wat je doet en misschien in welke setting of mm -hmm. hoe vaak iets voorkomt of zo. Ja. Omdat je dan pas beseft hoe groot of hoe klein het probleem is of zo. Ja. Oh, dat is wel leuk. Ja. Want dan kun je zo ook, dat is ook een tip, uh, dat je eigenlijk een vast moment met jezelf afspreekt, waarop dat je het toelaat zo gezegd dat je piekert. Ja. Dus dat je stel je aan het piekeren, dat je zo zegt nee, maandag om half negen piekeren. We. Ja. <laughs> dan mogen de piekeren zoveel als je wilt, en nu niet. Alleen dat je zo met jezelf wat een afspraak maakt. Of dat je gewoon zegt, ik mag enkel pikeren als ik op de wc zit, of zo. Want dat, dat je... Nee, dit is de beste tijd om te ontspannen. Allee, wat zeg jij nu? Oké, okay, niet aan, maar... Jawel, jawel. Dat je niet in je bed uren wakker blijft ja. liggen, of... of uh... ja. Dat je, dat je niet te pas en te onpas zomaar ineens ligt te piekeren. Dat je echt je vaste moment hebt. En dan kun je dat ineens in dat piekerschriftje schrijven. En wat daar ook bij stond, was: als, als het dan echt nog belangrijk is, zal het wel terugkomen of zo. Het ah, ja. onderwerp om over te piekeren. En anders heb je het ook gewoon even losgelaten. En heb jij een van die drie al geprobeerd? Of alle drie? Um, ik heb een andere manier. Ah, oké. Okay. Ik twee. Ik, heb, um, ik visualiseer mij dat er um, dat dat allemaal tabbladjes zijn in mijn hoofd die openstaan. Ah, oh, cool. En dat ik die allemaal dicht doe. Zo van, heb ik niet nodig? Heb ik niet nodig? Heb ik niet nodig? Oh, cool. <laughs> zo, dus ik doe gewoon mijn ogen dicht en ik beeld mij in dat al die dat, dat zo. Of, of apps die openstaan, zoals op je gsm. Ja, ja, ja. En dat je zo alle, alles wegzwipet. Nee, niet nodig, oeh, niet nodig, niet nodig, niet nodig. I like je Zo die, die dingen, die gedachten sluiten eigenlijk. Oh, dat is kijk. Dat is nu grappig dat je dat zegt, maar als ik bijvoorbeeld zo een nachtmerrie heb of ik, of ik zie iets eng of zo, dan kan ik zo een gordijntje voor dat beeld doen en dan ah, wordt dat zwart of zo. Cool. En dan. Die zit er niet meer. Ja, ja, ja. Ah, oh, grappig. Oh, dat is kijk, cool. Tablet. Ja, hè? en een andere manier is um, die mindfulness, die ook al werd uh, gesuggereerd in de, via de Instagram-reactie. Um, omdat je dan echt, je kunt u niet en focussen op wat je hoort, en aan het piekeren zijn. Of je kunt u niet focussen op je ademhaling. En aan het piekeren. Je kunt echt, als je je focus legt op denken. Ik adem in, ik adem uit. Dan kun je niet beginnen. En als je dan merkt van ik dwaal af of zo. of ik begin toch te piekeren. dan kun je zeggen: Hé, ik was wel mee iets bezig. hè, ik mezelf. En dan gaat je terug naar die focus. En een andere die ik gevonden had, maar die doe ik zelf niet. Is om de gedachte in plaats van in een schriftje, dat je die op een papiertje schrijft en verfrommelt en weggooit. Maar dan dacht ik, ja, dat is wel verspilling. Ah. Maar dat is wel, wel misschien zo heel. Ri um, ritueel. Ja, misschien of wel. Heet, hoe heet dat? Dat je dat zo. Je, je hoort dat toch zo vaak met zo'n mensen, dat dan zo foto's verbranden of brieven van oude lieven. Ja, ja, ja. Het vuur gooien en dan. <laughs> is het weg of zo? Ja, ja, ja. Therapeutisch of zo zeggen mensen ja. vaak dat dat is. Ja. Maar ja. Zou dat helpen? Ik weet het niet. Ik heb het zelf dus niet geprobeerd, maar. Hm. Ik, ik dacht een digitaal antwoord daarop is om een soort van. Een notitietje te maken en dat dan weg te gooien als je geen papier wilt verspillen. <lacht> <Ja>. <lacht> um, of zo met krijt op de grond en dan zo met water. Zo. Ah, maar dat is ook waterverspilling. Ja. Maar dat duurt ook wel lang voordat dat weg is, denk ik. Krijt? Ja, of zo net voor het regent. Zo alles, alles, alles opschrijven. <laughs> Bouw je radar, shit, het <zo. lacht> radarsje, is de moment. <laughs> ja, dit is mijn moment op de pieker, het gaat regenen, jongens. <laughs> we hebben dat wel eens gehad mijn zus was jarig en ik had in de ochtend zo'n heel pad gemaakt van ons huis naar ons oudershuis nee mm -hmm. hun huis en zo oh je moet dat doen en je moet dat zoeken en zoek dit en allemaal mijn krijt en die had dat ja. gedaan en die kwam, die kwam binnen en begon keihard te regenen oh. en dat was echt zo wat een timing <laughs> en dat was wel vrij snel weg. hè ah, toch oké okay. ja misschien Oké, okay, uh, schrijf het of, op het lijstje. Wacht ja. even. Wat als je dat met krijt op de onderkant van je schoenen schrijft? Mm -hmm. Je wandelt naar je werk of naar weet ik veel waar. Dan stapt je op je problemen. <laughs> en dan maakt je die toch kleiner? Ja. Doet je het piekeren kapot? <laughs> of zo? <laughs> Revenge. Revenge. Ja. <laughs> ja. En bij elke stap dat je zet, zo. Ja. ja. Vertrappel je je problemen. Ja, ja. ja. ja sorry, maar de OG-piekeren is toch dat madeliefje? Maar hij houdt van mij, hij houdt niet van mij, ja. hij houdt van mij. Dat is ook gewoon cool. kapot doen, toch? Je moet ja, stoppen is... als het madeliefje klaar is, of zo. Ja, want dat is toch ook vaak als je verliefd bent, dat je zo, oh, maar zou hij me nu wel echt leuk vinden? En oh my god. alleen vroeger, nu niet meer. alleen ik is <laughs> verliefd? Uh, <laughs> <laughs> ik bedoel, als, als je zo'n puber bent, is dat toch niks, van, oh, maar, oh my god, en die keek naar mij in de les, en oh. Dat je zo echt alles ligt te over -analyseren, want ja, ja, ja. je moet toch eerst even uitvissen of dat hij je, je ook leuk vindt. Mm -hmm. ja. Dat is ook piekeren, denk ik. <laughs> ja, of is daar er zeker van zijn, zodat je geen een aap staat. Yes, ja. Wat hè? Je probeert dat voor jezelf zo. Ja, is... hè? Ja. ja, ja. Ik, ja maar ik heb gewoon zoiets van, je kunt toch maar beter zeker zijn voordat je iets doet. <laughs> ja, maar dan heb ik een quote. Wacht, ik ga hem even zoeken. Van, okay. ik, want ik had dus piekeren ingetypt bij. Um, ja, fuck it. Ik ga het gewoon parafraseren, want ik vind hem niet direct. Oké. Okay. Um, en, en er waren ook een, een, er waren een aantal uh, interviews ook. Bijvoorbeeld met Ella Leijers en, en Lauren Versnik. Uh, waarin dat piekeren werd gebruikt. Dat is dus de vriendin Manja en zijn donker. Maar ik wil die niet. De vriendin ah, van... Ja, 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 ja. Ik wist die naam kwam mij bekend voor. Ja. <laughs> um, waarin dat piekeren ook gebruikt werd, maar in de zin van... Ik vind piekeren nutteloos. Want als je het niet kunt oplossen, dan heeft het ook geen zin om erover te, te blijven tobben in je bed of te blijven draaien. Die hadden alle twee zo datzelfde, dezelfde ingesteldheid van... Ik zie wel wat er gebeurt. En ik heb, als ik het niet in de hand heb, heeft het ook geen nut om erover te liggen, blijven nadenken. En ik dacht, ah, interesting. Hmm. Oké, okay, dan rest de vraag. <laughs> ja? Is piekeren dan specifiek over dingen nadenken waar dat je geen vat um, meer op hebt? Of... En iets nadenken dan, bijvoorbeeld, over zaken waar dat je wel nog vat over hebt. Een ander werkwoord of zo. Of is piekeren ook over dingen waar dat je nog vat over hebt. Um, wacht hè. Ik... Het verschil tussen piekeren en nadenken is. Um... Nadenken brengt u verder. Het geeft u nieuwe inzichten. Je zet uw gedachten op een rij. Je ziet nieuwe verbanden, die leiden tot een oplossing. En piekeren, dat leidt tot niks. Je zit zo vast in een cirkel. Dat is onproductief, dus vooral negatief. En je kunt ook op dat moment geen oplossingen bedenken, omdat je brein gewoon overprikkeld is. Ja. Het, het, het gaat ook over dat gevoel van controle, denk ik. Hè? Want ik, ik uh, kan me inbeelden, als je een probleem tegenkomt waarvan dat je wel het gevoel hebt van: ik kan dat oplossen, dan gaat je dat ook gewoon oplossen. Terwijl als je een probleem hebt waarvan dat je het gevoel hebt van: oh fucking hell, hoe moet ik deze nu weer gaan doen? Dan nee. gaat je beginnen piekeren: van, ah, paniek. Allee, ik ja, denk ja, ja, ja. Dat je slaat soms in paniek van. Ah. Ik weet niet hoe ik het moet oplossen. En dan begint je erover te, te piekeren uh, in, in ja. dat cirkeltje, dat, dat ze zeggen, van, van je eigenlijk geen oplossingen zoeken, maar net meer problemen of zo voor jezelf te gaan zoeken. Ja, ja. Want ik, ik, ik ja. kwam in die zoektocht naar piekeren natuurlijk ook tegen dat er heel veel mensen die zijn die lijden aan, met slaapproblemen en zo, omdat die oh, zoveel oh. liggen te piekeren maar bijvoorbeeld ook ik zei Pedro Elias daarnet, um, die heeft ook een eigen podcast waarin dat die uh, patiënt Pedro die podcast, ik weet niet of dat je die kent, waarin dus hij is een hypochonder, hè. hij denkt ah. constant van hij, ik ga een hartaanval doen en ik ga doodvallen of ik ga dit hebben en en allemaal allemaal op ziektes en zo yeah, en die yeah. staat bekend wekelijks bij zijn een dokter met iets nieuw van ik denk dat ik deze heb en voor die podcast dat hij dan is heel zijn lichaam laten testen door topdokters. Is een hersenscan, is een long... alleen zo van alles. Alle topdokters was hem langs geweest. En dan uh, bleek dat hij eigenlijk buiten een te hoge cholesterol best oké okay was, of zo. <laughs> um, Maar ik denk dat dat ook... Dat, dat is ook piekeren, hè, wat hij doet. Zo, jezelf yeah, yeah. een ziekte aanpraten, of zo. Mhm. Mm ja. Terwijl dat er niks is eigenlijk. Allee, dat begint met mijn vingerdoe en dat eindigt met. Ik, ik ben dood. Allee, zo, bij wijze van spreken. Dat <laughs> yeah. escalated quickly. Zo, dat, dat, dat wordt alleen maar groter of zo. Ja, dat is waar. En dat is, dat is dan wel vatbaar, omdat dat heel um, tastbaar is. Zo het hypochondriën en zo. Mm. Dat is tastbaar. Terwijl als je echt alles in je hoofd ziet van ah, die blik van iemand of die toon of uh, ja, ik weet niet, lichaamstaal of zo, dat is heel moeilijk om te vatten. Waardoor dat, dat piekeren al zo wat moeilijker begrijpbaar is of zo. Ja, omdat het ook gelinkt is aan je perceptie. Hè? Want hoe ja. die lichaamstaal, of, iemand anders kan dat totaal anders zien of zo. Mm -hmm. Want iets anders waar ik dan ook nog aan dacht, um, is zo de imposter syndroom. Ja. Zegt u dat? Iets? Uh, ja. Ik, weet, ik denk dat ik weet wat dat is, ja. Dat is zo dat je het gevoel hebt dat mensen elk moment kunnen ontdekken dat je maar door alles heen aan het bluffen of ofzo. Dat, dat is eigenlijk een, een volledig gevoel van ik ben niet. Vaardig genoeg, of niet geschikt yeah. voor deze functie of voor deze gedoe. Ah, yeah, en mensen yeah, kunnen yeah. dat op elk moment. Ik ben maar een imposter, ik doe maar alsof. Mensen kunnen dat op elk moment gaan ontdekken of zo. Yeah, yeah, yeah. En ik denk dat dat ook super hard gelinkt ge 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 is aan piekeren. Ja, inderdaad. Hoe de anderen u zien, of hoe dat jij overkomt of zo, dat je yeah. daarover piekert. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Ben jij dat? Imposter syndroom Of zo dat van nogal? Uh... Ik ben aan het nadenken, hè. Mm -hmm. uh... <laughs> ik ben niet aan het piekeren, ik ben aan het nadenken. Um... Goed gekeurd, ja. <laughs> ja, maar ja. Ik denk misschien zo... Af en toe zoals één of twee keer, maar niet, niet dagelijks of zo. Uh -huh. uh... Nee. Ja? Jij wel. Ik zie het aan niet over. Waarschijnlijk met de kwaliteit van de streaming ziet je gewoon een wazige blur. Maar... Ja. <laughs> ja, ik. Uh... Ja, superhard. Maar ik, ik denk dat dat ook. Um... Ja, dat hangt gewoon allemaal samen, hè. Ik ben. Allee. Ik ben zo hard bezig met... Oh nee, oh nee is mijn standaard staat <laughs> van het leven of zo? <laughs> oh nee, het leven. <laughs> ja, ja, ja. Ik was aan, aan het denken... Um, zie, dit is, dit is het probleem. Wacht, ik wil, ik wil drie dingen tegelijk zeggen. Oké. Okay. <laughs> Nummer één. Nummer één. Ik was aan het denken, het, het was dit jaar... Uh, Tien jaar geleden dat uh, in Pukkelpop de storm was uh, uitgebroken. Oh. Ik was ik werd toen... Dat was mijn achttiende verjaardag. 18 augustus. Oh, shit. En ik, ik was echt aan het denken... The sense of impending doom never left me. sinds die dag. <laughs> Holy fuck. <laughs> <laughs> ja. En het tweede ding dat ik wou zeggen, is... Ik was um, aan het eten met mijn mama. En... Uh, ze zat zo voor haar uit te staren en ik vroeg oh, was hij het gaan denken? En ze zei, ah, oh, oh, niks. En ik dacht, wacht. Bij niet. andere mensen <laughs> is, is er soms stilte? Ja. Nee. Dat en denk jij... Ja, maar dat <laughs> lijkt me zo zalig. <laughs> <laughs> en jij dat soms, stilte? Uh, ik denk het wel, al is het. Maar ik, ik ben bijvoorbeeld heel jaloers op, op, op bijvoorbeeld, Nicolaas kan echt zijn brein uitzetten. Of zo nee. echt ontspannen dat ik, dat ik op een level nooit ga kunnen. Dat, ik zie je dat, dat doen. En ik zeg: Stop ermee! Okay. Je moet gespannen zijn, man. Nee, maar ik, ik, ik heb toch een beetje aan mij. Dat is niet eerlijk verdeeld. En dan denk ik: Ja, ik zal het voor ons twee moeten doen. Of zo. Of ik, ja, ja, ja. Of dan, ik ben op voorhand. Ik ben een heel op voorhand denken. Bijvoorbeeld, ik zit mm -hmm. in de zetel en dan zo. Maar op een bepaald moment ga ik dorst krijgen. Ik ga nu al drinken pakken voor oh ik ga het koud hebben ik ga nu al een dekentje klaarzetten ga... alles staat klaar ja en als ik dan gewoon zo in de zetel plof en er staat niks dan ben ik zo oh, ik heb daar en daar en daar nodig en dan ga ik dat halen en dan heb ik dat niet nodig maar oh, ja. ja science of zo wat de fuck <laughs> en bij hem is dat gewoon zo Dus is die zit zelfs geen pauze die gaat gewoon naar de keuken, die je pakt en je komt terug. En dan ben ik zo. Ah, je hebt twee seconden gemist. <laughs> maar als je nu niet meer kunt volgen? Dus die gaat dan in die keuken en soms is die er zo vijf, tien minuten. Ik weet niet wat je doet. Maar dan ben ik zo aan het zeggen. En nu nee, gebeurt er iets. En nu nee, gebeurt er dat? En je zegt zo. Oh ja, maar dat hoeft, niet. Je hoeft dat niet te zeggen. Allee, ik zal het wel zien of ik zal terugspoelen. En ik zo. Nee, 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 nee. WTF. the fuck? <laughs> Dit is niet hoe dat tv-kijken werkt. <laughs> zo. Zalig. Um, dus weinig stilte, maar um, okay. ik heb het wel of zo. Ja. ja. En hoe vind jij dan rust? Uh, slapen. <laughs> um, nee, maar als ik zo echt gefocust ben op iets... <clears throat> dan kan ik wel echt zo 100% helemaal inzoomen of zo op ah, het ja. één ding dat ik aan het doen ben. En ik merk dat als ik sport, ben ik zo hard bezig met oh geen conditie, geen conditie, don't die dat ik ook wel uit mijn hoofd ben. Omdat ik ah, zo ja. hard bezig ben met oh please survive. <laughs> <Of> zo. <laughs> dus, ja. Dus ik dat zo uh... maar bijvoorbeeld lopen. Als ik een hele lange periode aan één stuk loop, dan kan ik wel beginnen piekeren, omdat dat heel monotoon is. Ja. Yeah. Dus ik moet wel iets hebben dat ik de hele tijd afgeleid ben of de hele tijd ah, ja. kan vernieuwen of zo. Mm -hmm. um, want monotone, repetitieve taken, is direct in mijn, dan ga ik direct in mijn hoofd. Yeah. Ja. Ja. <laughs> voilà. <lacht> Kleine inkijk. Ja, kleine inkijk in je brein. Oké. Ik heb nog cijfertjes. Ah ja, ik ben benieuwd. Zullen we spelen hoger, lager? Ja, is goed. Dus ik geef een cijfer dat sowieso niet het juiste zal zijn. Oké. Het echte cijfer is hoger of lager en jij moet gokken welk van het weten is. Oh my god, Jesus. Oké. Okay. 30% van de mensen piekert in bed. Hoger. Klopt. Het is 65% van o, de mensen. O, en tien um, 10% piekert juist tijdens het ontspannen. Oh oh. Hoger? Hoger. Ja, 23 procent. Huh? Ja, want dan heb je tijd om te piekeren. <laughs> <laughs> um, 80 procent van de dingen waarover we piekeren gebeurt nooit. Ja. Ah, hoger. <laughs> nee, lager. Het is 50 procent. Och. Twintig procent van de dingen waar we over piekeren is al gebeurd. Oeh, maar dat vorige was. Uh... Lager? Nee, het is hoger, 30 procent. Ah. Maar was het vorige nu niet 50 procent dus gebeurt... gebeurt nooit? Ja, dus dat 30 die is 80. Gebeurten. Wat? Hè? <laughs> 50 plus 30 is 80, dus dan zijn er nog 20 procent van de dingen waarover we piekeren... over, zogezegd. Ah. Oh, ik ben echt niet mee. Ik ga dat, als deze live staat, ga ik dat nog eens weer blazen. Oké. Vijf procent van de dingen waarover we piekeren gaat over wat iemand anders over jou denkt. Veel hoger. Twaalf procent. Ah. Dus wel hoger, maar niet veel hoger. Ah, echt? Oh, ik dacht dat dat ja. hoger ging gaan. Twaalf. Tien procent van de dingen waar we over pikeren. ligt buiten onze controle. Denk aan overlijden, natuurramp of een ongeluk. Meer, denk ik. Het is vier procent. Och. Ja, maar dat zegt wel misschien iets over u. Waarover <laughs> dat jij vooral pikert of zo? Uh, ja. Ik pieker over uh, ik, uh, ik word nu aangevallen of zo. Oei. Ja, ik ja, heb wel ja, een tijd gehad. dan heb ik dat echt elk ja. moment. En dat hoort natuurlijk dan ook wel bij die 50% van de dingen die nooit gebeurt. Hopelijk. <laughs> ja, hopelijk. <laughs> tot het een keer bij de 30% van de dingen die al gebeurd uh, is. Ja, maar waar is die 20%? Waar is die 20 ah, dat is die 12, waar dat gaat over dat iemand over u denkt. 4 over wat buiten uw controle ah, ligt. Ik dacht dat het is 50% gebeurt nooit. 50% gebeurt altijd. Nee! Ik dacht dat het zo was. Nee! Ah, okay. En dan heb ik nog één cijfertje. Ja. Um, misschien doen we die niet hoger-lager, maar moet je gewoon gokken. Hoeveel procent van de dingen waarover we piekeren, hebben we eigenlijk zelfs invloed op de uitkomst? Zelf invloed? Ja. Ah. 65. 4 procent. Ah. 4 procent van de dingen waarover we piekeren, hebben we zelf invloed op de uitkomst. Ah. Ja. Kijk niet vier nee dag dag uh, vijf en zestig honden. ik zei vijf of zes ah ja, oké okay. oh. maar dat is echt maf ja 10%. ja oké okay. Dat, dat was eigenlijk mijn. Uh, dit was het voor mij eigenlijk. Oké. Okay. <laughs> maar Filip, had Filip nog, um, nog andere tips of zo? Of was het die, dat boekje, dat mediteren? Dat... Uh, de, de tips van Filip zijn actie ondernemen, voor jezelf zachtjes opmerken dat je ja, um, aan het piekeren bent, en zeggen. Uh, Allee, we zijn weer bezig, maar we weten nu ja. dat, eigenlijk, dat we maar op 4% van de dingen waarover we piekeren enige invloed hebben. Dus dat gaan we niet doen, hè, vriend. Zo tegen jezelf. En um, um, ik heb dat voorbeeld gegeven van dat joggen, maar ja, dat is een heel simpel voorbeeld. Hè. Wat, wat moet je doen als je s'nachts echt in je bed ligt te piekeren? Dan ga je niet gaan joggen of zo, hè. Dus wat je dan moet doen, ook een tip van Filip trouwens, niet van mij. Uh, is steek dan je licht even aan, pak een blad papier, schrijf op waarover dat aan het piekeren bent en wat de dingen zijn die je kunt doen om daar iets aan te doen, eigenlijk. De acties die je kunt ondernemen. En dan plant je ineens een moment in dan ga ik die actie ondernemen. Als je aan het piekeren bent van oh, en ik moet nog antwoorden op die jaar sms'en, en oh my god, dit en dat, schrijf dan even op morgen tien uur of negen uur, whatever, antwoord ik op dat sms'je. Plan er even een momentje voor in, ik doe dat ja. gewoon. Dan, dan is dat ook, dan kun je dat ook weer, dat tabbladje sluiten, hè, dat, je, dat je er iets mee gaat doen. Ja. Goeie Dankjewel. Dank wel. <laughs> <Kort die tablaatjes. lacht> Yes. Maar voordat je ons tabbladje sluit, uh, gaan we nog even de dit of dat dilemma's doen. Um... Mooi, dank je. <laughs> Hesja, ik leg jou um, een aantal dilemma's voor. Ik zou er niet lang over nadenken. <laughs> Oké. Okay. Een piekerelastiekje elastiekje of een pieker dagboek bijhouden. Dagboek. Piekeren over overleven in de prehistorie of in de middeleeuwen. Oei, oei, de builenpest. Uh, de <laughs> leven. Ik zou piekeren over de builenpest, ja. <laughs> Alleen nog piekeren in je bed of terwijl je in de auto zit? Ja, dat doe ik sowieso wel. Auto. <laughs> warrior or Warrior? <laughs> Dat dat precies zo dat je zo Worcestershire saus moet zeggen. Ja. Uh, nooit meer pikeren over geld of over je gezondheid. Macht. Dus het is een van de twee is opgelost. Nee. Ja, ja, ja. ja je oh. Moet er nooit meer over pikeren. Ah oh, chill. Maar ja, met geld kan ik mijn gezondheid wel redden. Nooit meer over geld. <laughs> een boek lezen over piekeren, of piekeren over dat je meer zou willen lezen. Ja, laat me dan maar een boekje lezen. <laughs> dat was het. Ah, leuk. Heb ik even moeten nadenken. Ja, ja, ja. Dit was Preach voor vandaag. Heb jij een trucje uh, tegen het piekeren? Laat het ons maar weten in de comments op YouTube of via Instagram: Preach the Podcast. Je vindt alle afleveringen terug op je favoriete podcastkanaal. En ja, je bent er dan al op YouTube. En volgende keer, dan hebben we het over een extreme vorm van dingen uitknippen uit de krant in de Verenigde Staten.